Gisteren was de 32e persconferentie over het coronavirus. Onder voorbehoud worden er weer meer maatregelen versoepeld, zoals het openen van sportscholen en langere openingstijden voor de terrassen. Vinden de Tilburgers de versoepelingen een verstandige keuze? Ik denk het wel. Dus mensen zijn ingeënt, dus dan zal dat wel kunnen. Hè? Ja, we moeten iets, hè. Ik vind dat heel moeilijk, want ik kan daar natuurlijk niet zo goed over oordelen als mensen die daar meer verstand van hebben. Maar ik denk dat het een kwestie is van uitproberen. Dus kijken wat er gaat gebeuren. Zomaar inkijken vind ik het toch wel nog een beetje druk. Nou ja, op zich vind ik het best verstandig. Als er weer nieuwe besmettingen komen daaraan gekoppeld, dan moeten ze meteen terug naar het oude. Maar anders vind ik het wel goed. Ik vermoed dat die mensen wijzer zijn of een totaaloverzicht hebben, wat wij niet direct hebben. En ik vermoed dat dat wel zal kunnen. Als zij dat beslissen, dan ga ik ervan uit dat het goed is. Zeggen we allemaal bij hetzelfde blijven, dan gaan we ook niet vooruit in. Als de aantallen naar beneden gaan, dan zeg ik toch, ja, toch maar weer proberen. Ik vind dat ik beter kunnen wachten dat er een beetje meer mensen ingeënt zijn. Gezond verstand gebruiken, hè? Als iedereen zich aan de regels houdt, dan is het verstandig. Maar als ik dan gisteravond zie bij mij in de straat dat de groepen van studenten met een man of 10 of 15 bij elkaar lopen, dan denk ik, ja, dat is niet zo verstandig. Maar ik vind het een goede zaak. Versoepelen en maar kijken wanneer dat het ophoudt. Maar je moet er ooit beginnen. En als je niet begint, komt er nooit een eind aan. Als de besmettingen blijven dalen, zeker wel, ja. Weet je, het is mooi weer. Mensen willen toch naar buiten. En als je ziet dat als mensen niet op het terras kunnen zitten, ze massaal in een park bij elkaar gaan zitten, denk dat je dan verder van huis bent. De ondernemers, die moeten weer aan de gang kunnen. Het duurt te lang, ook voor de mensen. Dit helpt niks. Afstand houden kan, maar gewoon lekker doorgaan. Terug naar het leven weer. We moeten uitkijken dat het niet te soepel wordt, dat het weer in ons gezicht gaat slaan. Dus mooi dat er wat lucht komt, maar het moet wel verstandig gebeuren.